Yo kijkers, van ik ben gewoon Mike en vandaag gaan we weer beginnen met de nieuwe Minecraft Single Player Survival. Ik ben pas net wakker, dus ik heb een beetje een schorre keel en ik ben verkouden, dus dat is ook kut. Wat we vorige keer gedaan hebben, de vorige keer zijn we eigenlijk buiten geweest aan het huisje. Maar zoals jullie zien ziet het er niet perfect uit, om het zo maar te zeggen. Dus daar gaan we ook even van verder. Volgens mij zit ik nu al te weer fout te doen. 1, 2, 3. Dan hoort die pilaar inderdaad daar. Ja, oké, dan doe ik het goed. Maar ik dacht ik doe het weer fout, maar ik laat me zitten. We moeten trouwens niet doodgaan, want ons eten is zo'n beetje op. En ja, dan moet ik toch weer verder. Trouwens snap ik niet waarom ik dat weg heb. Ik heb een fucked up schoor, jongen. Ik ben al best net een tijdje wakker, zoals ik net misschien al zei. Ik weet niet eens meer. Dus ja, dat kan het ook een beetje helpen dat ik gewoon kut praat aan de god. Hoe moest die nou? Ik zit even te kijken, maar volgens mij moet het gewoon een stam. Ja, het is een stam, oké. Stam. Het is een stam. En trouwens, bedankt voor alle toffe reacties. Ik heb weer 3 toffe reacties gisteren even snel gehad na die video. Weer een paar toffe reacties. Dankjewel daarvoor. Of ze zijn hier in beeld, of ze zijn het niet. Het is maar de vraag. Voor vandaag. Zo, mijn opnameprogramma stopt er even mee. Ik ben er weer. Ik heb niks gedaan. Ik heb alleen dit blokje geplaatst offscreen. Oh mijn god, wat een boefje ben jij. We doen het gewoon zo. Ik ga niks met die pilaren shit doen. Want ja, ik denk dat ik het toch niet ga doen. Dus ik het niet voor de lol. Dus ja, ik ga het denk ik toch niet gebruiken. Deze weg. Oh, ik kan toch. Ik dacht dat ik wou net zeggen. Ik kan het toch wel oppakken. 1, 2. Hup. Zo. In ieder geval 2,5 hartje hebben we nu. En we hadden beloofd dat we niet dood zouden gaan. Dus dat gaan we ook zo houden. Dus we gaan zo meteen even kijken of ik echt even ergens wat eend vandaan kan halen. Want ja, het is zonde als wij dood gaan. Dus ik ga even naar beneden. Ik ga even wat eten halen. Of kijken tenminste of er wat eten is. Want zelf heb ik geen eten bij me, alleen bedorven vlees. Maar misschien kan ik zorgen dat ik gewoon 10 health bar even na. Nou, 10 health bar, ja, dat wil ik juist. Maar 10 food bar kan vinden. Waardoor we ja, gewoon kunnen overleven. Oké, we hebben appeltjes. Hebben we meer dan appels? Hebben we niet meer, hè? We hebben tarwe volgens mij toch ook? Wordt er toch ergens tarwe? Oh, ik kan het zeggen, waar de fuck is dat geleden? Maar we kunnen dit potje nog even ontoveren. We hebben heel veel scheppen bij ons, dus die moeten we zo meteen ook even gaan gebruiken. Er is eentje aangegroeid, dat is nice. Zo. En zo. Oh, ik moest eigenlijk met een andere iets, maar dat maakt niet uit. We doen het wel zo, het gaat in ieder geval beter met de farm. En we hebben er nu 16. Nou, laten we er even een paar broodjes van maken. Maar niet alles. Want ik wil natuurlijk ook nog ja, dieren gaan krijgen. Ja, dan moeten dit soort dingen wel eventjes. Hopelijk kunnen we hier rond. Ja, we vullen hier. Nou, kan nice. We gaan even niet rennen. Want ik wil ervoor zorgen dat het health bar even goed gaat vullen. Maar we zitten nu 3 hartjes, maar wel geweldig. Ik denk zo meteen trouwens nog Minecraft Survival. Omdat ik nu een beetje van. Wakker, weet je wel, maar ik wil wel graag wat opnemen, want dan kan ik in de middag is aan het rennen, dat vind ik erg fijn. Dus ja, daarom doe ik dat meestal. Wat wij nu gaan doen? Ik moet even kijken waar ik alles van wil maken. Ik moet nog even zand hebben voor glas, want ja, je ziet hier lege vlakken, daar wil ik glas in hebben dan. Dus we gaan eerst even deze en up erop zetten. En dan gaan we nu even glas regelen, denk ik. Ik denk dat ik wel voor glas wil fixen. Het is zo laat moet ik stoppen, I know. Weet je, het hoeft niet precies een kwartiertje te zijn, maar het is een beetje het ongeveer, om het zo maar te zeggen. Nou, wat was nou? Hup, die even, fuck dat. Waar haal ik snel zand vandaan? Waar ga ik dat even snel vandaan halen? Hier, is allemaal. Goed, ik wou net zeggen, ik kan ook gewoon even een riviertje zoeken, dan kan ik ook zand halen. Maar dan zitten wel kutstromen in. Dus ik ga er zo meteen eventjes. Denk wat dirt op gooien. Want dat vind ik dan weer even wat mooier. Want ja, ik wil mijn natuur het liefst een beetje heel houden. Dus dan flikken we gewoon even wat dirt op. Zo. Lijkt net nieuw. Maar niet. Zo. Oh mijn god. Wat moet ik doen dat ik op mijn zelf met deze stem. Ik heb ook een kapot droge keel. Ik heb net even wat droge gedronken, maar dat lukt gewoon. Ik weet niet. Ik weet niet. Trouwens, ik hoop gewoon dat ik even wat lekker wat opnames kan nemen. Want ja.
Ik ga even met de vrienden spreken, maar ik heb er niet zoveel zin in. Ik voel me nu al kut, merk je. Maar ik wou natuurlijk wat opnemen. En dan kan ik beter dinsdag en woensdag met hem afspreken. En donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag komt er geen video, want dat weet ik niet. Dus ja, nee, ik heb niemand anders die het voor mij kan doen. Zeg dus van nou, ik zou het wel voor je willen doen. Dan mag dat. Maar dan heb ik wel een paar voorwaarden, want het is niet dat je een hele eigen serie op je kanaal krijgt. De video's moeten van goede kwaliteit zijn. Geen zwarte randen, het liefst. En het moet leuk zijn om te kijken natuurlijk. En het liefst heb ik dat je like heeft upload. Maar je kan bijvoorbeeld minigames, weet je wel, 4 afleveringen of 2 afleveringen van minigames. Weet ik wat. Maar trouwens eigenlijk liever niet, want dan heb je mijn kaart. En dan god maak je dat lekker slim bezig. Maar aan de andere kant, joh, ik kan een keer 4 maken met andere kijkertjes. Want dat willen er nog steeds heel veel. En dat is te merken. En we hebben 1 schepje kapot, maar we hebben nu wel onze vloer. Of tenminste, die moeten we er nog in gaan leggen. En we hadden zand gehaald en we zijn nu weer op dat andere onderwerp. Dus we moeten weer even het zand even goed gaan sorteren. Want we moeten het even overdoen. Dat is wel de bedoeling. Want dan kunnen we namelijk even 16 glass panes van maken. En dan zeg ik glass panes. Ja, want het is panes en niet planes, wat ik altijd dacht. Dat is heel vaak, maar dat is maar zo. Trouwens, die blokstenen kunnen we meenemen. Of blokstenen, het zijn nu stenen. Maar we maken er even blokstenen. En zo. Ik wou namelijk misschien iets hiermee doen, want ik vind dat altijd wel vet steen, zeg maar. Het is altijd wel nice. Want wij hebben niet, jawel, we hebben wel spruce wood trouwens. Maar ik vind dat wel vet hout. Nou, vet hout. Het is steen. Het is fucking steen. Blokstenen, zeg je dat hout. Oh mijn god. Maar we kunnen hier bijvoorbeeld een vloertje van maken. Dat is wel leuk. Dus laten we dat gewoon gaan doen. Weet je, dan hebben we gewoon een basic vloertje. We hebben nu echt alles op zijn basis staan. Maar ja, maakt mij nou uit. Weet je, we hebben nog niet echt de iron en de diamond shit. Weet je, dat hebben we nog niet. En ja, meestal ga je als je een beetje gaat, als je een beetje goed bent, of tenminste een beetje ver bent, laat het zo zeggen, want goed ben ik toch niet. Maar als je een beetje ver bent, dan heb je meestal ook gewoon meerdere houtsoorten en heb je veel meer van een bepaalde steen. Weet je, dan gaat het wel makkelijker. Ik vraag me trouwens af of we dit gaan redden. En om een kopstand trouwens heel veel hebben, ruimt het wel lekker op, weet je, dus ja. Heb je tenminste ergens voor gebruikt en dan zie je het ooit nog een keer terug, want anders zie je het alleen in je kist verschijnen. Dan hebben we de rest eigenlijk niet. Dus ja, nu doen we er tenminste wat mee. En ik steek keihard in elkaar, gek. Als je net wakker bent, ga nooit opnemen, gast. Want ik heb nog zo keihard pijn op elkaar. Jezus. Maar oké, de vloer zit erin. Dat is nice. Ja, het huisje ziet er redelijk uit. Ik denk dat ik deze wel gewoon goed ga doen. Want ja, het ziet er helemaal niet uit. Het ziet er niet uit. Om heel eerlijk te zijn. Of ik moet ze allemaal schijn gaan doen, dat kan ook. Wat vinden jullie? Zeggen jullie van ja, doe ze schuin, doe de bovenkant de schuin? Of doe de bovenkant de recht? Want ja, het is een beetje nek aan nek. Dus ja, we moeten even kijken wat we doen. We doen dit gewoon zo. Want dat doe ik namelijk altijd. En wat ik dan meestal nog eens doe, is even gewoon een paar pilaren ervan maken. Want dan lijkt het net, ja, een beetje echt. Weet je, en dan krijgt het tenminste nog een beetje een leuk effect. Anders ziet het er allemaal derp uit. Dus ja. Kijk, dit vind ik dan weer wat iets mooier uitzien. We kunnen altijd daar nog glas in zetten. Als we dat ooit willen. Daarom is dit altijd een beetje mijn basis. Opstelling hoe ik het heb staan. Ik bouw gewoon wat random. Ik zorg gewoon dat ik een dubbel deur heb. En dan kunnen we verder. Ik had trouwens nog een ander heel mooi huis in mijn gedachten. Wat ik 1 keer op Google heb gezien. Toen heb ik hem helemaal aangepast zelf. En toen zag hij er opeens heel anders uit. Dat was heel nice gemaakt. Vond ik zelf dan. Ik vond hem zelf wel mooi in ieder geval. Het is zo laat, oké. Okay. Ik ga denk trouwens iets eerder stoppen, want ja. Ik heb last van mijn kaak. En dat filmt echt niet lekker. Zometeen ben ik mijn hele kaak naar de tering aan het brengen. Dan kan ik zometeen allemaal niet meer niks meer. Dus dat lijkt me niet handig. Zo. Het maakt nog even niet uit waar die stammen komen. Maar zullen we dit maar even in elkaar zetten. Zo, 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 zo. Trouwens, we hebben nu veel helft. Hadden veel helft. Doe niet meer. Zometeen weer wel. Oh mijn god, waarom doe ik dat nou weer? Kan ik nog wat dingen aanpassen? Ja, ik kan nog wat dingen aanpassen. Want we moeten ten eerste nog een dak erop. Dat is heel logisch, lijkt mij. Het dak wil ik later wel opzetten. Maar wat ik even wil doen, is even... Hey, nieuwe presentatie. Wat ik even... Trouwens, we hebben upgrade en zo allemaal ook nog niet. Wauw, laten we die ook even gaan doen. Weet je, als we nu toch bezig zijn, dan kunnen we meteen de rest ook even doen. Volgens mij krijgen we nu ook een presentatie.
Wou net zeggen. En dan krijgen we nu weer een presentatie. Oh Mike, wat ben je slimme jongen. Moeten we nog even een beest killen? Krijgen we ten aanval? Heb je er nog meer? Ja, je hebt er nog meer. Oh mijn god, wat is dat kut gek. Ik krijg echt al die presentaties meteen binnen. Ik weet die gewoon naar mijn hoofd, weet je. Dat is gewoon lol. Maar wat ik wou doen met die crafting table, want ik had hem wel neergezet. Maar ik wou even stairs gaan maken. Ik weet trouwens ook dat het op een andere manier makkelijker kan wat ik nu doe. Maar ja, ik heb er even geen zin in. Ik weet niet waarom. Het kan makkelijker, maar toch. We doen deze zo. Deze zo. Dus ik moet trouwens doorlopen. Deze en zo. En dan hebben we dat hout, wat ik al zocht. Eigenlijk, nee, daar hadden we niet van kunnen maken. Zo. Zo. Oh, dan moeten ze wel goed onder elkaar. En dan zo. En dan had ik ook nog eens een idee, wat ik ook altijd doe, wat ik altijd wel leuk vind, is dit. Dat vind ik er altijd wel grappig uitzien. Weet je, dat geeft een leuk effect, vind ik. Oké. Jullie moeten even in de beschrijving, jullie hebben geen beschrijving. Jullie moeten even in de reactie zetten wat jullie hiervan vinden. Of dit, gewoon recht. Of dit, hoe het nu staat, zeg maar. Het is aan jullie. Het wordt jullie huis om naar te kijken, zeg maar. Dus ja, zet wat leuks neer, weet ik veel. Doe er wat mee. We gaan even torch plaatsen. Waar gaan we dat doen? Denk gewoon hier. Denk dat het wel gewoon het mooiste is, denk ik. We doen het gewoon elke keer op die kopkantjes. Zo. Ja. En dan regent het. En dan gaan we regenen, natuurlijk. Wat ik trouwens vaak vind, is dat de pakken dan gewoon niet uitvallen. Weet je, niet dat er een kap, er zit geen kap overheen. Dat is toch wel leuk. Eigenlijk zoiets heel vaag voor Minecraft. Maar ja, het is leuk. Minecraft is leuk voor. Maar ik ga de aflevering beëindigen, want ik die echt fijn in elkaar. Bedankt dus voor het kijken, al heb ik toch een kut aflevering gehad, maar toch wat leuks elkaar gezet. Like deze video en deel deze video met al je vrienden, favorieten en al die shit. Abonneer voor meer voor dit soort video's. Bedankt voor alle steun. Ja, ik check jullie zo meteen weer. Tjus, tjus.